eigenlijk al iets bedacht. Oh ja? Ja, ik dacht met de muziekinstrumentjes. Kijk maar, hier naast ons. Oh ja, daar liggen ze. Joh, wat heb jij er veel zeg. Leuk hè? Ja. Ik kies er eentje. Zo. Die ben ik. Ik kies er ook eentje. Kiezen. Zo, nou, dan gaan we beginnen hoor. Nee, nee, Rick. Nee, dat gaat niet goed zo hoor. Je moet hem echt anders vasthouden. Nou ja zeg. Waarom? Dit gaat toch best? Nee Rick, zo gaat het niet goed. Want ik hoor het helemaal niet goed. Je hebt je hand er toch op? Je hand moet meer naar beneden. Oh, nou even kijken. Zo. Ook niet goed, Rick. Hoe dan? Hij moet nog verder naar beneden je hand. Een beetje beneden vastpakken. Net als dat ik doe. Zie je dat? Nou, ik vind wel dat je een beetje de baas speelt. Ik kan het toch gewoon doen zoals ik dat leuk vind? Oh, maar ik wil eigenlijk niet de baas spelen, Rick. Sorry. Maar weet je, we zijn nu bij mij thuis aan het spelen. En dan weet ik hoe het gaat. En hoe het speelgoed werkt. Dus... sorry als ik dan een beetje bazig ben hoor. Oh, ja, dat is misschien ook een beetje zo. Nou, laten we nu maar lekker verder spelen dan. Ja, want bij jou thuis mag jij weer een beetje zeggen hoe alles gaat. Ja, vind ik goed. Nou, vertel. Okay. Hoe moet ik het nu doen dan? Nou, weet je wat jij net deed zo? Dat is ook niet echt goed hoor. Nee? Nee, want je moet zo op de maat van de muziek. We bewegen met je muziekinstrument. Goed zo, Rick. Oh, dat was goed, hè? Ja, heel knap van jou, zeg. Dan klinkt het eigenlijk ook best mooi. Ja, inderdaad. Rick, ja? Zullen we dan nu eerst naar het verhaal gaan luisteren? Ja, dat is wel een goed idee. Weet je, ik heb gehoord dat het ook over een baas gaat. Oh? Ja, en die baas is niet zoals jij of ik voor maar één iemand, maar voor wel 100 mensen de baas. Zoveel? Ja. Wauw, dat is wel echt een belangrijke baas dan, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, zeg. Nou, Pien, ja. Als we nou dat eerst kijken, ja. Dan kunnen we daarna iets doen. Wat ik jou laat zien. Oh, dat is een goed idee. Mogen die kindjes dan ook dat zien? Ja. Oké. Doen we eerst het filmpje. Wat? Kijken de kinderen vast wel mee. Ja. Dag kinderen, tot straks. Dan gaat Rick iets laten zien. Maar nu gaan we eerst naar het verhaal luisteren. Tot straks. Doei. Het is druk op straat in Capernaum. Overal lopen mensen. Nou ja, lopen. Ik zie een paar mensen die bijna over de straten rennen. Ze hebben dan ook erg veel haast. Ze moeten naar Jezus toe. Het zijn belangrijke Joodse mannen met een belangrijke opdracht. In Capernaum woont een officier, een hoofdman, van wel 100 soldaten. En die hoofdman heeft hen naar Jezus gestuurd. En daar gaan ze nu naartoe. De hoofdman heeft een knecht van wie hij heel veel houdt. Maar nu is de knecht ziek geworden, heel erg ziek. Hij ligt de hele dag op bed. De hoofdman is bang dat zijn knecht zal sterven. Gelukkig is de Heer Jezus in de stad. Hij kan de knecht vast beter maken. De hoofdman heeft al zoveel over Jezus gehoord. De hoofdman is een buitenlander. Hij hoort eigenlijk niet bij het Joodse volk. Maar dat maakt hem niet zoveel uit. Hij stuurt zijn vrienden naar Jezus toe. Het zijn Joodse mannen. Mannen van het volk van Jezus. Naar deze belangrijke Joodse mannen wil de Heer Jezus vast wel luisteren. Ze lopen recht op Jezus af en zeggen: "Wij zijn gestuurd door de hoofdman om u iets te vragen, Heer Jezus." De hoofdman heeft een knecht die ontzettend ziek is. Hij weet niet meer wat hij nog voor hem kan doen. De hoofdman heeft van alles geprobeerd, maar niets helpt.
De knecht wordt alleen nog maar zieker en zieker. Misschien gaat de knecht wel sterven. Wilt u alstublieft bij hem komen kijken? Gaat u met ons mee? Ja, ik ga mee, zegt Jezus. En hij draait zich om in de richting van het huis van de hoofdman. De Heer Jezus is al bijna bij het huis van de hoofdman aangekomen. De hoofdman zal hem nu wel de weg komen wijzen, zodat Jezus zo snel mogelijk bij zijn zieke vriend kan zijn. Hè? Nee, daar heb je hem helemaal niet. Daar komen wel wat mensen aan, maar dat zijn vrienden van de hoofdman. Wat moeten die nu hier? Jezus, u hoeft niet in het huis van de hoofdman te komen hoor. De hoofdman zegt dat u ook op deze plek wel iets kunt zeggen over de knecht. U bent zo belangrijk. De hoofdman vindt u veel belangrijker dan zichzelf en daarom stuurt hij ons. De hoofdman weet zeker dat de knecht zal genezen als u het maar zegt. Hij heeft zelf veel macht. Zijn soldaten doen wat hij zegt, maar hij gelooft dat u nog veel meer macht heeft en dat alles wat u zegt ook echt zal gebeuren. Jezus staat stil. Hij kijkt de vrienden aan en denkt nog eens na over wat ze vertelden. Jezus is helemaal verbaasd. De hoofdman gelooft dus in hem. Hij vertrouwt er helemaal op dat Jezus zijn knecht beter kan maken. Dan draait Jezus zich om naar alle mensen die erbij staan. Hij zegt, hebben jullie het ook gehoord wat de hoofdman heeft laten zeggen? Wat bijzonder, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo op mij vertrouwt, in dit hele land nog niet. En reken maar dat de hoofdman gelijk heeft. Weer kijkt Jezus de vrienden van de hoofdman aan. Nu stuurt hij ze ook weg, maar met een opdracht. Ga maar terug naar de hoofdman en zijn knecht en je zult het zelf zien. De knecht zal gezond zijn. Snel gaan de vrienden terug. Onderweg vragen ze zich wel af, zou de knecht genezen zijn? Jezus heeft het wel gezegd en beloofd is beloofd. En de hoofdman gelooft het zeker, maar ja. En dan? Als ze in het huis komen, oh kijk eens, daar loopt de knecht. Hij is beter, wat een wonder. Vanmorgen dachten ze nog dat hij zou sterven. Dit hadden ze nooit verwacht. De vrienden kijken elkaar aan. Nu weten zij het ook. De hoofdman had gelijk. Als Jezus iets zegt, doet hij het ook. De Heer Jezus kun je vertrouwen op zijn woord. Hey jullie! Dat was een mooi verhaal, hè? Ja, dat klopt. Zeg, we hadden wel afgesproken, hè? Oh ja, jij wil nog iets laten zien. Klopt. En dan moet je mij maar eens nadoen. Dat hoort bij het liedje van straks. Oké. Ja? Kan jij je hand heel groot doen, zo? Oh ja, dat ja. Lukt wel. Dat is goed. En dan daarna moet je sterk doen. Maak je zo'n grote vuist. Oh, zo met mijn hand. Ja, precies. Oh ja, sterk. En dan doe je hem op je buik zo schuin. Oeh, dat is moeilijk zeg. Nou hè. Kijk, en dan doen we ze achter elkaar. Groot. Ja. Sterk. Ja. Machtig. Oeh, weet je, want een baas is ook heel machtig. Oh ja, en die zwaan. Als er een liedje gaat over God, kan je die gebruiken? Oh ja, ik weet denk ik al welk liedje. Weten jullie ook welk liedje het is, kinderen? Nou, als de kinderen dan even op het linkje klikken, kunnen ze meteen even zien of dat klopt. Oh ja, dat is een goeie. En zullen we dan eerst het liedje doen en dan daarna de werkjes maken, Rick? Ja. Maar ik zag dat ik nog even een schaap moet opzoeken. Oh ja, want we moeten een puzzel maken, hè? Ja, dus we gaan hem groot, sterk, machtig doen. Ja. Liedje zingen en een werkje maken.